Het water in en om de provincie is een trekpleister voor bewoners en toeristen. Veel mensen trekken erop uit in een sloepje. Noord-Holland heeft sinds kort zelfs een uitgebreid sloepennetwerk. Wij met het sloepverhuur zijn onwijs blij met het sloepennetwerkboekje. Voor de mensen om deze omgeving is het leuk om het boekje te gebruiken voor de route 59, 58, 57 en 62. Dan heb je een leuke route bij ons in de omgeving. Het sloepennetwerk is zo gemaakt dat je grotere tochten kan maken. Overal waar het sloepennetwerk is, mag je ervan uitgaan dat je met een gemiddelde sloep goed kan varen. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je vast komt te lopen of dat je te weinig diepgang hebt. En je kan dus van tevoren leuke routes uitzetten en vervolgens kan je gaan varen. Het sloepennetwerk bestaat uit knooppunten, routes en overal staan bordjes. Zodat je kan zien precies hoe je moet varen en waar je zit op dat moment. Je zet stipjes neer en dan komen de kilometers erbij en dan weet je ongeveer hoe lang je onderweg bent. En je kan je hoogte instellen, dus onder de bruggetjes door. Dus dat is wel makkelijk. Hoe deed u het ervoor dan zonder dat sloepennetwerk? Op de gok. En dan ging het wel eens niet, moet je wel eens wachten of zo. We zijn nu op het knooppunt 58, volgende knooppunt is 57. En je kan zien op de app dat het ongeveer 2,5 kilometer varen is. En halverwege kan je zien dat je lekker kan koffie kan drinken of lekker kan eten. Kijk voor meer informatie op nhnieuws.nl/jouwNoordHolland. Hey, doei!